Morning. Ik baal een beetje, want ik keek net op mijn rooster. En we hebben geen toverdranken meer. De professor van toverdranken is ermee gekapt, want hij vond de werkdruk te hoog en de salaris te laag. Deze ellende is nu al even aan de gang. Weet je, in het begin vond ik het nog wel leuk. Toen hadden we veel meer vrije uren op Hogwarts. Maar nu begint het toch wel een beetje tegen te vallen. En het Ministry of Magic, die deed er niet zoveel aan. Het werd een beetje in de doofpot gestopt, had ik zelf het idee. Op een gegeven moment konden ze er niet meer omheen, want er kapten zoveel leraren mee dat ons half rooster leeg was. En de Ministry of Magic, die dacht eerst de oplossing te hebben, kom, we zetten onbevoegde mensen die graag les willen geven voor de klassen neer. Oh boy, were they wrong. Ze hebben dus uilen naar onze ouders gestuurd, om te kijken of een van hun misschien de expertise heeft om een bepaald vak aan ons te geven. Dat was in het begin ook nog wel leuk, want er kwam dus voor waarzeggerij zo'n moeder voor de klas die eigenlijk helemaal geen idee had hoe ze les moest geven. En dat vak is toch nutteloos, dus ze konden een beetje met elkaar praten en doen en zo. Maar toen kwam het examen en mijn jaar heeft letterlijk alleen maar of diep treurig of zwakzinnig gehaald. Nu kon ik daar nog wel mee leven, want ja, dat vak is toch niet zo erg belangrijk. Maar de druppel viel voor mij toen de docent Bezweringen met een burn-out thuis kwam te zitten. Dat is vorig jaar ook al gebeurd met de leraar Transfiguratie. Die zat ook al met een burn-out thuis. Voor Transfiguratie konden ze vrij snel een vervanger regelen en voor Bezweringen gebeurde dat dus niet. En ja, toen kwamen dus voor Bezweringen weer een onbevoegde voor de klas, maar dit sloeg echt alles. De vader van een dreuzeltelg, die geeft ons nu Bezweringen. Een dreuzel, die zelf niet kan bezweren, die moet ons Bezweringen leren. En dan heb ik nog niet eens over fabeldieren, want daar staat dus al heel erg lang een vacature voor vrij, maar er solliciteert maar niemand op, dus wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben de klassen samengevoegd. Aan het begin van dit schooljaar, fabeldieren met Gryffindor. Dat was al erg genoeg, maar nu heb ik het dus samen met Hufflepuff, Ravenclaw en Gryffindor. Hoe verwacht het ministerie dat een leerkracht aan 60 leerlingen les kan geven? 60! Ik had een hele belangrijke vraag voor mijn huiswerkopdracht, maar ja, zo deden die andere 50 en ik ben niet aan de beurt gekomen. Dus ja, in het kader van zelfstudie ga ik het zelf maar opzoeken. Oké, even zonder gekkigheid. Nu ik deze video opneem is het donderdag 5 oktober. En dat is best wel een speciale dag. Want voor wie een beetje het nieuws heeft gevolgd, die weet dat vandaag leerkrachten staken tegen die hoge werkdruk en tegen dat lage salaris. Wat veel van mijn YouTube-volgers niet weten is dat ik een PABO-student ben, dus als het goed is volgend jaar zelf voor een klas kom te staan. En daarom gaat deze zaak me best wel aan het hart en kon ik het niet voorbij laten gaan zonder er een video van te maken. En om het een beetje bij mijn andere videocontent aan te laten sluiten, had ik nagedacht over hoe een student van Zwijnstein zich zou voelen als telkens meer leerkrachten ermee kapten vanwege burn-out. Of vanwege het niet helemaal eerlijk vinden het werk wat ze doen en wat ze ervoor terugkrijgen. En dat is wel een beetje de kant die het opgaat met het basisonderwijs, met het dreigende lerarentekort. Ik heb, tot mijn verbazing trouwens, best wel veel volwassen volgers die hier waarschijnlijk een mening over hebben. En een veelgehoorde mening wanneer werkdruk in het basisonderwijs ter sprake komt, is dat leerkrachten niet zo moeten zeuren omdat de zorg het net zo erg heeft of misschien zelfs veel erger. Nu werk ik zelf niet in de zorg, dus ik kan daar niet echt een mening over hebben. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik dat even erg vind en dat dat naast elkaar en niet tegen elkaar uitgevochten zou moeten worden. Want ik bedoel maar, als we geen Madame Pleister op Zwijnstein hadden, dan had Harry vanaf boek 2 al geen botten meer in zijn arm gehad en nooit gewonnen van Voldemort, dus. Even zonder gekkigheid, normaal aan het eind van de video zou ik vragen om te delen en te liken en te subscriben en te reageren en dat soort dingen. Dat doe ik nu een keer niet. Ik vraag nu van jullie om naar Google te gaan of naar welke zoekmachine dan ook en gewoon even te zoeken op PO in actie en erover te spreken met mensen. Hoge werkdruk en het lage salaris is een probleem wat al hartstikke lang speelt en nooit zo erg besproken is als de laatste tijd wordt. En ik denk dat dat iets heel erg belangrijks is, dat er blijft gesproken worden over zulke zaken. En ik weet het even ook niet. Dit is hele andere content dan ik normaal maak. Maar ik heb toch het idee dat ik zo op deze manier, zover dat gaat binnen mijn YouTube content, het even bespreekbaar heb gemaakt. En dat wilde ik. En de rest me alleen nog maar te zeggen, tot volgende week. Doei!